Sinds 2 weken geleden hebben wij bij Zorgplein Maaswaarde voor al onze bewoners het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat alle cliënten, bewoners, dagelijks extra drinken aangeboden krijgen. Daarnaast zorgen we dat de ramen gesloten blijven, dat cliënten dunne kleding aan hebben. En we attenderen ze erop om vooral de deuren dicht te houden en binnen te blijven. Sowieso, naast de koffie en thee bieden wij ranja aan, bouillon en vruchtensap. En enkele keer in de week krijgen de cliënten een ijsje. Natuurlijk zorgen we dat op de zorgafdeling het klimaat zoveel mogelijk dat we dat kunnen beïnvloeden. En dat doen we door middel van de airconditioning wat hoger te stellen. En door het sluiten van ramen en deuren blijft in ieder geval de warmte buiten en de koelte binnen. De activiteitenbegeleiding die zal activiteiten aanbieden die wat passiever zijn. Dus er wordt niet uitgebreid gegymd of andere oefeningen gedaan, maar echt gericht op de warmte. En hoe zit het met de medicijnen? Alle verzorgenden die zijn alert op medicijngebruik bij de bewoners en zullen observeren of er uitdrogingsverschijnselen voordoen. Er is wel een verschil met ouderen die in een verzorgde instelling wonen en ouderen die thuis wonen. Ja, dat klopt. Bij de ouderen thuis moeten we juist nog extra alert zijn, vooral in deze tijd. Nou, de ouderen veel minder bezoek krijgen omdat familie, contactpersonen, buren, kennissen op vakantie zijn. Dus de medewerkers die in de buitendienst en bij de cliënten thuis komen, zijn nog echt meer alert op. Dus meer op vochttoediening. We zitten hier bij een bewoner van de Zorgplein Maaswaarde. Hoe gaat het met u en de warmte? Ja, ik probeer zoveel mogelijk de warmte buiten te houden. Door de gordijnen dicht en donker te maken in ieder geval. En dan kan het wel te houden, maar je ziet het loopt met stromen van mijn gezicht af. En ik heb de waaier daarbij staan, dus dat scheelt ook al. De wind een beetje erbij. En drinken, hè? Veel drinken. Leed het zich ook nog anders met het weer? Ja, nee, maar ik zei dun zat gekleed. Ik heb een hemd en een overhemd aan. Maar wat kunt u nog echt herinneren van 47? Maar overdag kon een man werken. Zo heet was het.